Goedendag, je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaatsen.nl. We beginnen vandaag met de situatie in het uh, Caribisch gebied. Daar ligt het tropische orkaan Cristobal. Die vinden we eigenlijk niet meer in het Caribisch gebied. Daar is hij inmiddels weggetrokken. Hij ligt daar nu iets ten noorden van, in de buurt van Bermuda. Um, ik zal hem even aangeven op de kaart. Dat is Cristobal. En Cristobal die zorgt ervoor dat wij na het weekend fraaie weer gaan krijgen. Christenbal gaat namelijk een koers voeren richting IJsland en voert daarmee warme lucht onze kant op. En dat kun je ongeveer zo tekenen en dat komt dan onze kant op. Als we naar Europa even draaien dan zien we dat die warme lucht dan over de oceaan onze kant op gaat stromen. Die kant op en de koers van Christenbal zelf die is wat noordelijker. Die koerst een beetje die kant op. Goede ontwikkelingen dus voor iedereen die het regenweer inmiddels behoorlijk zat is. Maar we moeten er nog wel even op wachten. Tot en met zondag blijft het zeker wisselvallig en daarna lijkt het dus flink beter te worden. De weervelden bij ons in de buurt, hoge drukgebied, heel zwak boven de Noordzee, de depressie in de buurt van Ierland. Die komt langzaam onze kant op en daar hoort ook bewolking en regen bij. En die buigeregen trekt morgen in de loop van de dag over ons land. Het lage drukgebied bij Ierland lost wel een beetje op. Het verliest een beetje zijn kracht. Dus heel slecht weer wordt het niet. Dat geldt ook voor vrijdag. Ook dan trekt er een zwakke storing over het land. En het lage drukgebied kabbelt langzaam verder richting Schotland. En helemaal links op de kaart, daar zien we kristalbal verschijnen. En die gaat er dus voor zorgen dat de warme lucht onze kant op komt. Het hoge drukgebied trekt uiteindelijk richting de Britse eilanden. En daarmee ja, wordt de situatie bij ons gelukkig wat beter. Maar vandaag was het ook niet slecht. Veel zonneschijn, een paar stapelwolken overal droog. Temperaturen waren vanmiddag rond 20 à 21 graden. Maar in de zon en bij weinig wind voelde het best lekker aan, vond ik zelf. Vanavond ook nog een paar uur zonneschijn. Het blijft overal droog en rustig weer. In de nacht dan brede opklaringen. Er kan weer wat nevel of een mistbankje ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 8 tot 13 graden. Maar in de loop van de nacht neemt vanuit het zuidwesten wel de bewolking toe. Verwacht morgenochtend dus geen strak blauwe hemel. Er trekken al wat wolkenvelden, vooral hoge sluierwolken over het land. Maar het is nog wel overal droog. In de loop van de ochtend wordt de bewolking in Zeeland en het westen van Brabant dikker. Dan kan daar de eerste regen vallen. En in de loop van de middag breiden die buigeregengebiedjes zich richting het noorden en oosten van het land uit. Trent en Groningen, misschien pas tegen of in de avond dat daar de eerste druppels vallen, daar blijft de zon het lang schijnen en wordt het 23 graden. Zuiden van Limburg zou dat ook net kunnen halen en elders 21 à 22 graden. Tijdens de buien is de temperatuur duidelijk lager dan is het 17 à 18 graden. Maar zo gauw dat gepasseerd is, gaat in Zeeland bijvoorbeeld de temperatuur weer omhoog. Morgen dus enkele buien. Nou, dat geldt ook voor vrijdag. Ook dan trekken een paar buien over het land, waarschijnlijk iets meer dan morgen en dan hebben we dus een mix van wolken en zon met temperaturen van 20 à 21 graden. De zaterdag begint droog, in de middag en avond gaat het vanuit het westen regenen. Zondag trekt die regen weg. Dan kan er nog een buitje vallen. Dan gaat de temperatuur weer iets omhoog. Zaterdag 19 à 20 graden en zondag 20 à 21 graden. En kijken we dan verder vooruit, nou, dan zien we duidelijk de, zip, de dip van zaterdag en zondag. En daarna gaat de temperatuur weer omhoog. En mogen we zelfs heel voorzichtig aan 25 graden denken aan het einde van volgende week. Maar goed, dan moet Christopal zich wel gedragen zoals we nu denken. En daarmee ook het bijbehorende hoge drukgebied. Wacht het nog even rustig af en breng u we morgen weer verder op de hoogte. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.